Het is vandaag vrijdag 29 maart 2019. Mijn naam is Chris en dit is het Game Nieuws. Voordat wij overgaan naar het nieuws van vandaag, vraag ik jullie om een like als je deze serie natuurlijk super tof vindt. Er is heel veel nieuws, daar gaan we het ook meteen ook over hebben. En ik zou zeggen, laat eventjes op het einde achter bij de comments waar jij allemaal hype voor bent en waar je in ieder geval nieuwsgierig naar bent. We beginnen vandaag met de geruchten rondom de nieuwe consoles natuurlijk. Ik heb het al veel vaker verteld dat er hoogstwaarschijnlijk volgend jaar een nieuwe PlayStation gaat uitkomen, een nieuwe Xbox gaat uitkomen. Ja, er komen toch steeds meer dingen naar buiten waaruit blijkt van dat er toch wel aan staat te komen. In ieder geval de officiële aankondiging, want die is nog niet geweest natuurlijk. En ik verwacht zelf dat op de E3 van dit jaar heel veel aankondigingen komen rondom de nieuwe consoles. Natuurlijk is pas geleden de Stadia aangekondigd. Nou, ze hebben in ieder geval meteen erop geantwoord. Xbox en PlayStation. Zo van, onze consoles die gaan uitkomen in de toekomst, die zijn beter dan die 10.7 teraflops die Stadia aan kan. Voor de mensen, de geeks onder ons, die weten precies waar het over gaat. Daarnaast is wel ook naar buiten gekomen dat er steeds meer problemen zijn met het uitbrengen van games op de console. Nou, natuurlijk, de games verschijnen wel, maar de techniek is best wel ver naar voren. En qua games moet het allemaal nog ook wel een beetje in ontwikkeling komen. Nou is het ook zo dat de consoles die uitkomen steeds meer verschillend van elkaar zijn. Ik bedoel dan qua hardware. En daarop moet je toch jouw product op afstemmen. Dus als zij gaan programmeren, moeten zij toch rekening houden van, ik zeg maar wat, dit is misschien een beetje simpel gezegd, maar in de ene zit een AT-kaart en de andere zit een Nvidia-kaart of whatever. Of je begrijpt wat ik bedoel. De ene zit een Intel-processor aan, de andere AMD-processor. Ze moeten daar een beetje daar goed op afstellen. Dus het wordt steeds lastiger, zeg maar, om games te programmeren die op beide consoles tegelijkertijd, of in ieder geval eventjes van elkaar misschien, uitkomen. We moeten nog even afwachten hoe dat in de toekomst tot ontwikkeling komt. Maar dat het een probleem langzamerhand wordt, dat is wel duidelijk. Daarnaast heeft Sony verteld dat zij geen codes meer gaan uitgeven in Amerika waarmee je games kan kopen. Tenminste, Sony doet dat zelf wel, maar normaal gesproken, tegenwoordig heb je third person, zeg maar, third parties, hoe noem je dat dan. En die verkopen dan codes, net zoals je bijvoorbeeld een Xbox Live code kan kopen of een PlayStation code via het internet. Kan je ook games kopen zo via het internet. Nou, in Amerika gaan ze dat vanaf 1 april niet meer doen via een derde party, zoals dat dan heet. Mogelijk gebeurt dat ook later in Europa, want ze hebben gezegd van, we willen gewoon één lijn trekken. En dat is onze visie, zeg maar, die wij erop afstemmen. Er is ook een patent opgedoken voor Sony voor het ruilen en het verkopen van games. Nou ja, ik verwacht niet zelf dat het op de PlayStation 4 gaat komen. Maar dat zal dan waarschijnlijk wel een patent zijn die aangevraagd is voor de PlayStation 5. Er zijn weer gratis games bekend die je kan gaan downloaden op de PlayStation. Aankomende maand natuurlijk, de maand april. Vanaf begin april kan je gratis de games Conan Exiles en The Search downloaden. Ik zal trouwens eventjes een linkje in de beschrijving zetten naar de trailer hierover van Sony. En mocht jij nog niet de games van de afgelopen maand gedownload hebben, dat kan je doen tot en met 2 april. Dat zijn namelijk Modern Warfare Remastered en de game The Witness. En natuurlijk kan je ook gratis games downloaden op je Xbox. En voor de duidelijkheid, de games die uitgekomen zijn op de oude Xbox en de Xbox 360, die zijn ook backwards compatible. Dus dat betekent dat je deze games ook kan spelen op je Xbox One. De game The Technomancer. Geen flauw idee, ik ken de game niet. Het is een indie game in ieder geval. Die kun je de hele maand april downloaden. Die is trouwens ook echt gemaakt voor de Xbox One. En de game Outcast Second Contact kan je downloaden vanaf 16 april tot en met 15 mei. En op de oude Xbox, die uitgekomen is, nogmaals, die is dus backwards compatible, die kun je downloaden op je One. Dat is namelijk Star Wars Battlefront 2, de 2005 versie. Die kun je downloaden van 1 tot en met 15 april. En van 16 tot en met 30 april kan je namelijk Tom Clancy's Ghost Recon 2 Advanced Warfighter downloaden. Uiteraard staat ook een videootje hierover in de beschrijving.
Dan wat nieuws over een nieuwe Wolfenstein die gaat uitkomen, namelijk Wolfenstein Youngblood. De game gaat uitkomen op 26 juli op de PC, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Linkje naar de trailer staat in de beschrijving en de game speelt zich af in Parijs. In een alternatieve tijdlijn, hè? Want ja, in deze tijdlijn heeft Nazi-Duitsland gewonnen. Niet echt natuurlijk, gelukkig niet. Het ziet er in ieder geval heel erg bruut weer uit en ik zou zeggen, ja, check de trailer. De game Bulletstorm komt naar de Nintendo Switch, een speciale Duke of Switch Edition. En de game oorspronkelijk kwam er uit in 2011. Ik speelde toen in ieder geval op de Xbox 360. Ik weet niet of het toen op de PlayStation 3 was of 2 was toen de tijd. Maar in ieder geval, ik speelde hem op de Xbox 360. En er is later een remaster van uitgekomen. Nou ja, er komt dus zeg maar nog een remaster van uit, maar dan op de Nintendo Switch. En daarin zit alle DLC die uitgekomen is voor deze game. Plus een speelbare karakter in de naam van Duke Nukem. Nou, deze zomer komt hij in ieder geval daar naartoe. Trailertje staat in de beschrijving. En ik kan zeggen, het is echt een hele toffe game. De game We Happy Few krijgt zijn eerste DLC. En die gaat uitkomen op 7 april. Nou ja, hij is speelbaar op de Xbox One, PlayStation 4 en PC. De DLC heet trouwens They Came From Below. Ze hebben in ieder geval ook aangegeven dat er meerdere DLC's voor uitkomen. Er is trouwens ook een Season Pass voor beschikbaar. Maar mocht je niet beschikken over de Season Pass game, ook nog los aanschaffen deze DLC. Hij kost slechts €7,99. Dus ik vind het persoonlijk wel meevallen. In deze DLC moet Roger het samen met James opnemen tegen een robotopstand. En die moeten ze ook overleven. Via de PlayStation website is naar buiten gekomen dat Apex Legends dit seizoen nog een nieuwe personage erbij krijgt. Daarnaast een nieuw wapen en 2 items komen erbij in de game. Het stond dus gewoon op de website van PlayStation. En het nieuwe seizoen is natuurlijk net begonnen. Octane is ook daarbij uitgekomen als speelbare personage. En tijdens Wild Frontier, hè, dat is het seizoen wat nu bezig is, komt deze nog uit. Wij moeten nog eventjes afwachten wanneer dat precies gaat worden. Maar ja, het kan niet lang op zich in ieder geval wachten. De game Borderlands 3 is gisteren aangekondigd. En natuurlijk een trailertje in de beschrijving. Ze hebben nog geen release datum van de game, maar ze hebben wel gezegd dat er meer informatie naar buiten gaat komen over deze game op 3 april. Wel is naar buiten gekomen dat er meer dan 1 miljard verschillende wapens zitten in deze nieuwe versie. En daarnaast zie je ook in de trailer 4 nieuwe speelbare Vault Hunters. Ook komen er een aantal oude bekende personages terug naar deze nieuwe game. En die heb ik even hier opgeschreven, voor de mensen die dat kennen. Ik moest ze wel voorlezen, want anders keek ze echt niet aan mijn hoofd. Dat is namelijk Lilith, Brick, Mordecai, Zero, Tiny Tina, Sir Hemlock, Claptrap. Dat waren ze. En daarnaast is ook nog een keertje een speciale Borderlands Game of the Year editie aangekondigd. Die gaat uitkomen trouwens op 3 april. Die is dan voor de PlayStation 4, Xbox One en PC. Daarnaast heeft deze game ook nog een keertje ondersteuning voor 4K en Ultra HD op de PC. Dus hij is natuurlijk dan gewoon Xbox One X ready en PlayStation 4 Pro ready. Daarnaast is deze game wel iets aangepast, want er zit namelijk een minimap in van Borderlands 2. 4 uitbreidingen zitten erbij en mocht jij trouwens al beschikken over de PC-versie van Borderlands, dan krijg je gratis de Game of the Year editie. Dat wordt geüpdate gewoon. En dat geldt ook voor de mensen die beschikken over de Borderlands 2 VR-versie. Vandaag is de remaster uitgekomen van Assassin's Creed 3. Ja, de game is natuurlijk een tijd geleden uitgekomen, maar vandaag een remaster. Dat was ook al gezegd bij de release van de laatste Assassin's Creed natuurlijk. De game is grafisch in ieder geval helemaal opgepoetst. Ze zeggen wel, er zitten nog wat bugs in, dus hopelijk wordt die zo snel mogelijk gepatcht in ieder geval. De game die uitgekomen is trouwens inclusief de DLC Liberation. Want die is ook nog een keertje later uitgekomen. En het gaat natuurlijk over over onze Desmond. Hè? Die speelde de hoofdkarakter zeg maar in deel 1, 2 en 3.
In 2 blikte hij terug op onze Ezio Auditore. Maar dit verhaal speelt zich trouwens af tijdens de Amerikaanse Revolutie. Er is wat ophef ontstaan rondom Black Ops 4. Een kleine rel, kan je wel zeggen. Want mensen zijn natuurlijk weer boos geworden. Het is namelijk zo, je kan op dit moment voor 25 euro een pack nu kopen in Call of Duty Black Ops 4. Nou ja, je krijgt daarmee 10 lootboxes. Nou, dat is meestal ook zo'n 25 euro, geloof ik. Je krijgt wapenkrat en 10 tierskips. En volgens mij is een tierskip ongeveer 1 euro omgerekend. Maar er zit nog wat anders bij. Namelijk een wapen. De sledgehammer. Oftewel de sloophamer. En die kun je dus eigenlijk alleen maar op dit moment krijgen. Door middel van die pack te kopen. En ja, natuurlijk, heel veel mensen zijn tegen microtransacties. En ik wil toch weten, wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het erg als je toch voor een wapen in een game moet betalen? Of vind je gewoon dat bijvoorbeeld bij Call of Duty, elk wapen die uitkomt, die moet je gewoon kunnen krijgen door de game te spelen? Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Ik zou zeggen, laat het eventjes achter bij de comments. De game Formule 1 2019 is aangekondigd. Ja, een game natuurlijk die eigenlijk elk jaar uitkomt. Normaal gesproken komt deze game uit rond augustus, september. Deze versie gaat voor het eerst wat eerder uitkomen. Hij gaat namelijk uitkomen op 28 juni. En dat is toch wel opmerkelijk, of eigenlijk misschien wel een beetje goed natuurlijk. Ze springen natuurlijk een beetje in op het Formule 1 seizoen wat al begonnen is natuurlijk. De game gaat uitkomen op de PC onder Windows en Steam, Xbox One en PlayStation 4. En ik heb vorig jaar toevallig een interview gehouden met de game director van Formule 1 2018. En dat was eigenlijk een beetje een algemene interview. En mocht jij dus daar nog wat meer over horen en wil je die interview nog zien, ik zou zeggen, ik zet ook daarvan een linkje in de beschrijving. En het laatste nieuwtje van vandaag gaat over Risk of Rain 2. Die is namelijk vandaag uitgekomen als Early Access op Steam. Hij gaat ongeveer een jaar lang Early Access zijn. En mocht jij de game willen hebben, dan zou ik het eigenlijk nu meteen aanschaffen. Want als je namelijk voor morgen, voor 30 maart, de game aanschaft, voor €17,99 krijg je 2 exemplaren van de game. En dat betekent dus dat je met een vriend samen deze game co-op kan gaan spelen. En dat is natuurlijk altijd gezellig. Overigens, deel 2 is volledig in 3D. Dit was in ieder geval weer het game nieuws van vandaag. Dankjewel voor het kijken. Like dus deze video. Laat even in de comments achter waar jij allemaal hype voor bent. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bye bye. Later.